stond vooraan, overal waar iets te doen was. De beelden die hij filmde stonden onbeweeglijk op het doek. Tenminste, voor die tijd. Nu, in 1950, reizen de cameramensen niet meer per trein. Snelle auto's brengen hen door het hele land naar de plaatsen waar het nieuws gefilmd moet worden. In 1950 bestaat het Polygoon 30 jaar. En het laat zien hoe de filmjournalistiek zich in die periode heeft ontwikkeld. Moderne camera's, geluid en snel gemonteerde beelden. Ook Schiphol bestaat 30 jaar. Uit het kleine grasveldje is een moderne luchthaven gegroeid met jaarlijks 1 miljoen passagiers. Glasgow, Denver en New York zich aan boord begeven. De eerste helft van de jaren 50 staat in het teken van de technologische ontwikkelingen. Nederland industrialiseert, moderniseert en motoriseert. Albert Plesman, oprichter van de KLM, is daar trots op. Wat heden heeft de luchtvaart in zijn luchthavens, in zijn exploitatie van de luchtlijnen, naar buiten uitgedragen, het idee van Holland onderneemt en Holland bouwt. Nederlands-Indië zijn we kwijt, maar we hebben nog overzeese gebiedsdelen. Tijdens een langdurige reis naar de Antillen en Suriname bezoekt prins Bernhard een bosnegerdorp. In de loop van de middag werd nog een bezoek gebracht aan het dorp Lombe, waar de schoolkinderen de prins toezongen. Daarna woonde hij gedurende enige tijd de lessen bij. Van de drukke zesde dag van het verblijf van de prins in Suriname tonen wij u tenslotte nog enkele opnamen uit Indianendorp. Hier wonen echte Indianen die hun gewoonten en gebruiken door de jaren heen in ere hebben gehouden. Zij leven nog op dezelfde wijze als hun voorouders. Ook hier werden door de bewoners historische dansen uitgevoerd. In het militair herstellings- en trainingsoord Aardenburg worden soldaten die in Indië invalide zijn geraakt gerevalideerd. Ook op een andere manier wordt Nederland geconfronteerd met die verloren oorlog. De eerste Ambonezen arriveren in ons land. In de grote douaneloods, waar ze moesten wachten tot de bagage gecontroleerd was, groepten de mensen direct samen rondom de warme kachel. Met autobussen werden de Ambonezen tenslotte naar Amersfoort vervoerd om daar een medische keuring te ondergaan. In de wagens zaten zij stil voor zich uit te staren. Hier geen golvend landschap met door de zon beschenen sawa's, hier alleen maar vlak, laag land onder laag hangende grauwe regenwolken. In het demobilisatiecentrum in Amersfoort stond de reistafel gereed. Van hier zal het merendeel der Ambonezen spoedig doorreizen naar het kamp Schattenberg, het vroegere Westerbork. Allen hopen ze dat het verblijf dat ze overigens vrijwillig aanvaard hebben slechts tijdelijk zal zijn en dat ze eens weer zullen kunnen terugkeren naar hun eigen vaderland. Nederland verleent ook asiel aan een groep bejaarden uit Midden-Europa die door de Tweede Wereldoorlog huis en haard hebben verloren. 5 jaar na de bevrijding zijn er nog steeds tastbare herinneringen aan de Duitse bezetting. In de kelder van het Rijksmuseum te Amsterdam liggen, staan of hangen ongeveer 2700 schilderijen, welke in de bezettingstijd naar Duitsland zijn gevoerd en in gevolge de restitutiebepalingen onlangs door de geallieerde autoriteiten naar Nederland zijn teruggegeven. Er zijn schilderijen onder van beroemde meesters, als Van Dijk, Jan Steen en Rembrandt. Behalve schilderijen zijn ook gobelins en tapijten teruggekomen, en verder honderden andere kunstvoorwerpen. Men heeft hiervan een expositie ingericht, met de bedoeling dat de voormalige eigenaren hun eventuele eigendommen kunnen herkennen. Indien zij kunnen aantonen dat het betrokken voorwerp inderdaad door de Duitsers geroofd is, zal het hun worden teruggegeven. Geschat wordt dat in de oorlog voor een waarde van 40 miljoen gulden aan kunstschatten is weggevoerd.
Een niet onbelangrijk deel hiervan, ter waarde van 16 miljoen gulden, is thans teruggekeerd. Aan de Noordzeekust worden de Duitse bunkers opgeblazen. In België wordt het oorlogsverleden veel onstuimiger verwerkt. Koning Leopold, die zich door de Duitsers krijgsgevangen had laten nemen, is door de Christelijke Volkspartij teruggehaald, zeer tegen de zin van de linkse partijen. Die koningskwestie leidt in 1950 tot stakingen, oproer, doden en gewonden. De socialisten dreigen met een mars op Brussel. Een paar duizend koningsgezinden trok intussen naar Laken met bloemen om Leopold te huldigen. Groot was de vreugde van de mensen toen de koning vergezeld van zijn zoons het paleis verliet om in de tuin een wandeling te maken. Op enige afstand van het hek groette de koning zijn trouwe aanhangers. De volgende dag, vrijdag, was Brussel weer het toneel van incidenten. Opgewonden anti-Leopoldisten bestormden de weinige trams die ondanks de afgekondigde algemene staking nog reden en dwongen de passagiers uit te stappen. Het ging hart tegen hart. In de winkelstraten was het eveneens rumoerig, daar de stakers eisten dat alle winkeliers hun zaken zouden sluiten. De rijkswachters hadden een zeer moeilijke taak. Hier en daar arresteerden zij onder hevige protesten enkele der betogers, terwijl ze meermalen als de situatie te gevaarlijk werd met de blanke wapens een charge uitvoerden. Zaterdags, precies een week na Leopolds terugkeer, kwamen de demonstranten opnieuw in massa de straat op. En opnieuw ontstonden er ernstige botsingen met de Rijkswacht. In deze hoogst explosieve situatie, die in Luik reeds 3 slachtoffers had geëist, sprak koning Leopold tenslotte maandagnacht, na een urenlang overleg met de regering en de leiders der 3 grote partijen, het verlossende woord. Hij verklaarde zich bereid zijn bevoegdheden aan zijn zoon Boudewijn over te dragen. Daarmee trad eindelijk een ontspanning in. Maar ook de troonsbestijging van Boudewijn gaat niet zonder incidenten. Nadat het decreet waarin hem de koninklijke macht wordt opgedragen is voorgelezen, antwoordt prins Boudewijn in de beide landstalen aldus. Ik voeg me naar de wens van de vergadering. Je me rends au désir de l'Assemblée. Dan spreekt voorzitter van Kouwelaert. Ik nodig zijn de koninklijke hoogheid, de koninklijke prins uit, de grondwettelijke eed af te leggen. Jean-Pierre Sonatis Royal, le prince royal. Dit plechtige moment wordt door de communisten verstoord. Onmiddellijk stijgt een protest op uit de vergadering die de prins daarop staande toejuicht. Zwei Herzen in Dreivierteltakt. In september 1950 is de Nederlandse première van deze operette. Onder persoonlijke leiding van de componist, professor Robert Stolz. En met een andere beroemde kunstenaar gaat het alweer een stuk beter. George Bernard Shaw, de beroemde Engelse toneel- en romanschrijver, is in zijn landhuis teruggekeerd na een verblijf in een ziekenhuis waarin hij verpleegd werd wegens een dijbeenbreuk. Shaw, die over het algemeen wars van publiciteit is, had er geen bezwaar tegen dat hij na zijn wonderbaarlijk herstel gefilmd werd. Maar de camera moest wel op enige afstand blijven. En zo reden zijn verzorgsters hem dan op een mooie najaarsdag door de tuin, diezelfde tuin waarin hij enige weken geleden zijn been brak, bij het pruimen plukken. Dit is de boom die hem noodlottig werd. De 94-jarige schrijver heeft zijn jeugdig optimisme nooit verloren. En dat heeft zijn herstel in aanzienlijke mate bevorderd. Hollands glorie!
De herberg met de hoefijzer. Dames en heren. 6,90 in de doos, gekocht betaald. Mocht niet vervallen geld terug hebben. De kijkers worden kopers, dames en heren. Allee. Zo brachten Fons Rademakers en Louis Saalburg een boeken aan de man op de literaire markt die in het kader van de Boekenweek voor de tweede maal werd gehouden en waarbij ditmaal acteurs en actrices als verkopers fungeerden. Albert van Dalsem en Ellen Vogel verkochten Nederlandse poëzie en deden dat met veel flair. Louis van Gasteren en Rieke Hopper hadden het enorm druk, vooral ook met het zetten van hun handtekening. Van de verkopende actrices bezochten wij nog Aaf Bouber en Marie Hamel. Ja, kijk eens mevrouw, de man van morgen hoor, kijk eens. Er zijn mannen te veel. Mannen te veel, dus als u dat boek koopt, dan heb je beslist een kans. Op elke bladzijde krijgt u handtekening. Over 100 jaar is die geld waard. De blauwe sedan bevindt zich in prima staat, zegt de verkoper. De heren experts zeggen, motor trekt zeer slecht. Olieverbruik zeer ernstig. Dynamo slecht. Chassis is krom. Voorasveren en achterasveren zijn gebroken. Wat is deze wagen waard? 20 gulden, meneer. Wie maakt het rond? 100 gulden in de loge. Niemand meer? 500 heb ik daar. Niemand meer dan 500 gulden? Niemand meer? Iedereen tevreden? Iedereen gezien? Is die voor u, meneer. En de volgende wagen rijdt voor. Op de autoveiling in Amsterdam worden tweedehands auto's als warme broodjes verkocht. De auto is geen luxe meer en steeds meer Nederlanders kruipen achter het stuur. En ook de jeugd kan natuurlijk niet achterblijven. Dit is de verzamelplaats in Renen van de racemonsters die zullen uitkomen in de eerste echte zeepkistraces van Nederland. Alles lijkt echt. De reparatie op het Latijnse Hucht is een speciale startverhoging gebouwd. Een ingenieus systeem voorkomt een vroegtijdige stapelloop en zorgt tevens voor een eerlijke start. Onder geweldige belangstelling gaan de eerste wagens de heuvel af. De jongste autoconstructeurs van Nederland gaan in onderlinge wedijver hun eigen gebouwde wagens op hun kwaliteiten beproeven. En de meesten blijken die vuurproef glansrijk te doorstaan. Zo tegen het einde van de 300 meter lange baan liggen de wagens op topsnelheid, ongeveer 35 km per uur. Het is voor de toeschouwers even opwindend als voor de jongelui zelf. Ijzingwekkende snelheden, ook tijdens de race voor slagersjongens in Amsterdam. In hoog tempo van bijna 40 km per uur jakkeren de jongens naar hun klanten. Pardon, naar het eindpunt. Naar hun klanten jakkeren ze meestal niet. Bij het Leidseplein is in de situatie nog geen wijziging gekomen. Zo gaat het dan in snelle vaart door de snel vallende schemering op de finish af in de Westerstraat, in het hart van de Amsterdamse Jordaan. In de sprint is de Hagenaar Rinus van Muiden de snelste. Nu begrijpt u waar dat lawaai vandaan kwam. Het werd veroorzaakt door 180 deelnemers aan de nationale tikwedstrijd die in Den Haag werd gehouden. Binnen 30 minuten moest men de jongste troonrede van Hare Majesteit de Koningin uittikken. En dat bleek lang geen gemakkelijke opgave. Maar de start was goed en met snelheden van ruim 400 aanslagen per minuut werd er ijverig getikt. Natuurlijk waren er ook die een tikje nerveus werden doordat ze het hoge tempo niet bij konden houden. Vooral toen men er nog even een spurtje in zette. Het moet allemaal sneller en beter. Ook in de luchtvaart. In 1951 krijgt Schiphol een eigen radarstation. On the center line, on the glide path. You're over the beginning of the runway now. Touchdown completed. Out. Afgaande op de aanwijzingen van het radarstation heeft dit toestel de landingsbaan zonder enige hapering bereikt. In de toekomst zullen alle vliegtuigen met bestemming Schiphol bij mist of ander slecht vliegweer door het radarstation kunnen worden binnengepraat. Dat zal de veiligheid en de frequentie van het luchtverkeer op deze haven aanzienlijk bevorderen. En Scheveningen Radio wordt gemoderniseerd, zodat het in verbinding staat met de scheepvaart over de hele wereld. De telegrafisten in IJmuiden zetten de morsetekens die ze opvangen direct in leesbaar schrift op papier. Daarna wordt het telegram aan een telexiste toevertrouwd die voor de verdere behandeling zorgt. Wat het aantal in- en uitgaande telegrammen betreft, is Scheveningen Radio thans het tweede kuststation ter wereld.
Maar belangrijk is ook de radiotelefonie. Hallo, hallo, hier Scheveningen Radio, hier is Scheveningen Radio. Scheveningen Radio roept de Oceaan 3, Scheveningen 24, Johannes Polderman. Via vier telefoniezenders kan verbinding tot stand worden gebracht met kleine vrachtschepen, kustvaarders en visserschepen die geen telegrafieinstallatie hebben, maar met een eenvoudig te bedienen radiotelefonieapparatuur zijn uitgerust. De wereld komt ook de huiskamer binnen. Nederland krijgt televisie. Een bescheiden begin met slechts 500 tv-toestellen, maar wel een indrukwekkende zendmast. Ja, zo hoog is de mast van de experimentele televisiezender bij Lopik, 200 meter. Daarboven wordt een antenne gemonteerd van nog eens 23 meter. Stevige staaldraden, afvangtuigen genaamd, welke verankerd zijn in zware betonblokken, houden het gevaarte dat 120.000 kilo weegt op zijn plaats. De mast zelf rust eveneens op een betonnen voetstuk. Nederlandse vrijwilligers vertrekken naar Korea. Ze worden uitgeleide gedaan door minister-president Willem Drees. Hij gaat niet omdat wij strijd of oorlog wensen. Hij gaat om de wereldvrede des te beter te waarborgen. Onder de vlag van de Verenigde Naties strijden troepen uit 17 landen tegen de communistische Noord-Koreanen en Chinezen die Zuid-Korea zijn binnengevallen. In Korea wordt het begrip verschroeide aarde gruwelijke werkelijkheid. De bevolking heeft zwaar te lijden van de heen en weer golvende troepenbewegingen en vecht om een beetje voedsel. Ook voor de soldaten is Korea een hel. Tijdens het Chinese offensief van enige weken geleden heeft zoals bekend het Nederlandse detachement het zwaar te verduren gehad. De mannen die gewond werden bij de dekkingsactie in de buurt van Hongson, waarbij onder andere overste Den Ouden sneuvelde, zijn van een vliegveld in de buurt van Wonju naar Tokio overgebracht, waar zij in hospitalen verpleegd zullen worden. Het transport geschiedde met vliegtuigen van de Griekse luchtmacht. Voor enkele van deze mannen is de oorlog definitief afgelopen. Zij zullen namelijk eveneens per vliegtuig via Singapore naar Nederland terugkeren. Bij de concertwedstrijd laten de 40 leden van de Nulandse Harmonie uit Noord-Brabant van zich horen. Nieuws uit eigen land. In Kerkrade wordt voor het eerst een internationaal muziekconcours gehouden. En deze kapel komt uit Duitsland. Ten slotte een Frans muziekkorps dat voorbij marcheert. In het kader van het Holland Festival geeft het residentieorkest een volksconcert voor 7000 mensen. De dirigent is Willem van Otterlo. De vioolpartij in het Coda werd gespeeld door de beide concertmeesters Herman Krebbers en Theo Olof.
dat jaar 1951 wordt de bekende harpiste Rosa Spier 60 jaar. De 70ste verjaardag van de schilder Jan Sluiters wordt gevierd met een overzichtstentoonstelling die hij zelf komt bekijken. En de 71-jarige Zwitserse clown Glock presenteert zijn eigen circus. Bravo, ze spelen zeer schön. Niet werkelijk. Maar het is wel degelijk mogelijk. Mannelijke Delftse studenten gaan als bijverdiensten op baby's passen. Terwijl Delftse vaders en moeders van huis zijn, waken studenten over hun kroost. En doen de dingen die van een babysitter, zoals ze met een buitenlandse term officieel heten, verwacht worden. Ze verrichten hun werk met veel geduld en moed, ook al is het soms om wanhopig te worden. Maar het is voor hen in dubbel opzicht belangrijk om goed op de kleintjes te passen. De zorgzame samenleving staat voor de deur. Geleid door een rooms-rode regering die ondanks een enkele kabinetscrisis vele jaren lang stevig in het zadel blijft. De verbetering van de sociale wetgeving is nauw verbonden met de persoon van de minister-president, vadertje Drees. Herinnering aan wat we in de bezettingsjaren hebben doorstaan, mogen ons volk opwekken en sterken, nu wij ons opnieuw hebben aan te gorden, ter bescherming van onze vrijheid, onze volksaard en ons volksbestaan. Dat volksbestaan was na het verlies van Indië vooral afhankelijk van een snelle en krachtige opbouw van de industrie. De exportpositie moest worden versterkt. En met name de petrochemische industrie bood daartoe grote mogelijkheden. Dankzij de gestadige uitbreiding van de raffinagecapaciteit is ons land, na Engeland, de belangrijkste exporteur van aardolieproducten in Europa geworden. En wat dat betekent voor onze nationale economie laat zich gemakkelijk raden. Holland bouwt en Holland onderneemt. In 1952 wordt het Amsterdam-Rijnkanaal geopend met de grootste binnenvaartsluizen van Europa. Onder het geloei van sirenes en stoomfluiten voert het koninklijk jacht vervolgens de naar Prins Bernhard genoemde sluis bij Tiel binnen. Deze Prins Bernhard sluis is evenals die bij Wijk bij Duurstede 360 meter lang. De beide sluizen zijn daarmee de grootste binnenvaartsluizen van Europa. Een normale Rijnsleep kan de kolk in zijn geheel geschud worden, hetgeen bij de andere sluizen niet mogelijk was. Prins Bernhard onthulde een in de sluismuur aangebrachte plaquette, waarna de Piet Hein en de schepen met de genodigden de tocht door het kanaal in de richting Amsterdam voortzetten. Allemaal eerst op de Kiek en dan gaan de Kamerleden per vliegtuig op werkbezoek bij de Nederlandse industrie. In de eerste helft van de jaren 50 werken ongeveer 1 miljoen Nederlanders in de industrie. Maar dat is nog niet genoeg. Er zijn meer arbeidsplaatsen nodig. De reis van de Kamerleden had ten doel hen te confronteren met de verschillende aspecten en problemen van de industrialisatie, waarvan het welslagen een levensbelang is voor onze snel toenemende bevolking. De Nederlandse bevolking neemt inderdaad snel toe. Van ruim 10 miljoen in 1950 tot bijna 11 miljoen in 1955. Er heerst een ontstellende woningnood en er moet dus flink worden gebouwd. Hele stadswijken worden uit de grond gestampt en soms zelfs een compleet nieuw dorp. Maar dat heeft er nog met de oorlog te maken. Het
Betuwse dorp Ochten aan de Waal werd in de laatste fase van de oorlog, toen het 7 maanden achtereen in de vuurlinie lag, volledig verwoest door de Duitse kanonnen uit het noorden en de geallieerden uit het al bevrijde zuiden. Na de capitulatie van de Duitsers is men direct aan de wederopbouw begonnen, die nu na 7 jaar voltooid is. Er is een geheel nieuw dorp verrezen, met brede straten, met frisse woningen, met moderne scholen. De boerderijen liggen nu buiten de dorpskern en er is nu riolering en waterleiding. Zaken die Ochten voor de oorlog niet kende. Er komt ook een nieuwe stad, Madurodam. Deze Nederlandse stad is de tweede gemeente in ons land die een vrouwelijke burgemeester heeft, onze kroonprinses Beatrix, die in gezelschap van prinses Irene naar deze micropolis is gekomen om als eerste burgeres te worden geïnstalleerd. Besloten is de opbrengsten van de exploitatie te gebruiken ten bate van het Nederlands studentensanatorium. En ik hoop dat dit prachtige doel het bestuur van deze kleine stad zal inspireren tot werkelijk grote daden. Op de openingsdag stond er een flinke bries die de wieken van de molens lustig liet gaan en die een van de scheepjes in de haven deed kapseizen. Maar dat was gauw verholpen. Maar zo eenvoudig gaat het niet altijd. Met spanning volgen de Nederlanders in die dagen de gebeurtenissen op de Flying Enterprise. Tijdens een vliegende storm raakt de vrachtvaarder bij Ierland in moeilijkheden en is zinkende. Kapitein Koert Carlsen weigert echter zijn schip te verlaten, nadat hij de bemanning en de 10 passagiers van boord heeft gestuurd. After we have stayed 24 hours on the capsized boat without food and water, the captain told us we had to leave the boat. We went on deck and there was a Sutherland and a few other boats. They had put out the lifeboats, but they couldn't get close to our ship because the sea was very high and very rough. So we had to jump. Each passenger jumped with one member of the crew. Kapitein Carlsen blijft nog bijna 2 weken aan boord, tot zijn schip in de golven verdwijnt. De zee werd bezaaid met wrakhout en met zakken die tot de deklading behoorden. Om 5 uur stak alleen de boeg nog boven water uit. 10 minuten later was het hele schip in een draaiende kolk van wit schuim in de golven verdwenen. Na een gevecht van 13 dagen had de zee haar prooi dan toch gekregen. Koert Carlsen is op slag een held geworden. In Engeland wordt hij uitbundig bejubeld. En in Nederland mag hij een nieuwe reddingboot dopen. Kapitein Koert Carlsen onthulde zelf de naam van de nieuwe reddingboot. En dat bleek een naam te zijn die hem niet vreemd is. Schipper van de Niet, die het commando zal voeren over de Koert Carlsen, sprak woorden van dank aan de schenker. Ten slotte scheepte de Noordwijkse reddingsploeg zich tezamen met kapitein Carlsen in aan boord van de nieuwe boot. De beroemde gezagvoerder ontpopte zich toen als een veilig cineast die met veel enthousiasme de feestelijke gebeurtenis filmde waarvan hij zelf het middelpunt was. De dieren van Artis beleven in 1952 het afscheid van dokter A.F.J. Portilje, die in zijn bekende radiopraatjes zoveel over hen heeft verteld. En de nationale komiek Buzio vermaakt de gasten op zijn 75ste verjaardag met zijn onvergetelijke mimiek. Onvergetelijk voor velen is ook de acteur Jan Mus, die zijn diamanten toneeljubileum viert. In
In de jubileumvoorstelling speelt Jan Mus een klassieke rol in een klassiek stuk. De Spaanse Brabander van Brederoo. Voorwaar, Robbeknol, ik zie jou met verwonderen aan. Gij hebt de beste aard die ooit had enig man. Want wie oudheid ziet, zo gracieus van koken, die kunt de appetijt een nieuwe honger maken. Op de Dam in Amsterdam poetst een padvinder de schoenen van burgemeester Dailly. De actie Een heitje voor een karweitje is voor het eerst van start gegaan. Het leven in een tent is overigens niet alleen meer iets voor padvinders. Nederland heeft meer vrije tijd gekregen en gaat massaal kamperen. Deze luchthutten zijn gemakkelijk op te zetten en zijn volkomen tochtvrij. Voor de autobezitters was er onder andere de opvouwbare tentwagen. Een combinatie van aanhangwagen en tent die met enkele kleine bewegingen uitgeklapt kan worden tot een huisje dat aan twee personen een ruime slaapgelegenheid biedt. De kampeertententoonstelling van de ANWB gaf een goed overzicht van de talrijke soorten caravans, tenten en uitrustingstukken die de vakantie der kampeerders kunnen veraangenamen. Dit is de start voor de vreemdste veldloop die Nederland kent en die met atletiek niets te maken heeft, wel met kamperen. Al deze mensen rennen namelijk om het hardst om de plaats te veroveren waarop ze van de zomer graag letterlijk hun tenten willen opslaan. Het kampeerterrein in Bakken moet telkens jaren op deze wijze worden verdeeld, omdat er anders ruzie gemaakt wordt over de plaatsen. Dat wordt nu vermeden. Wie een nummer heeft veroverd, is er nog niet. Hij moet direct bezit nemen van het terrein en dat kan op vele manieren gebeuren. Hij moet er in ieder geval een eigendom neerpoten. Met het nummer dat hij op de veroverde plaats heeft aangetroffen, loopt de kampeerder naar het administratiekantoor om zijn pas verworven grondgebiedje te laten registreren. Er zijn er die uit Amsterdam of Zaandam of waar ze ook wonen, een heel zomerhuisje hebben meegenomen en die dat meteen maar beginnen op te bouwen. Er zijn er ook, en dat zijn de echte kampeerders, die met een paar handgrepen de tent opzetten en meteen blijven. Hoe het zij, ieder heeft in Bakkum zijn plaatsje onder de bomen gekregen. Over enkele weken hebben ze datzelfde plaatsje onder de zon, in de buitenlucht, ver van de grote stad. En dat betekent gezondheid. Tijdens een modelconcours van zelfgemaakte kleding laten Nederlandse vrouwen een staaltje praktische mode zien. Tegelijkertijd tonen Franse mannequins hoe het eigenlijk hoort. Althans volgens de modekoningen in Parijs. Naast die nieuwste snufjes op modegebied komt er uit Frankrijk ook ander nieuws. Het Franse dorpje Tignes is ten dode opgeschreven. Het zal binnenkort verdwijnen onder miljoenen kubieke meters water van een nieuw stuwmeer dat hier achter de in het dal gebouwde stuwdam zal ontstaan. Een en ander is noodzakelijk voor de Franse elektriciteitsvoorziening. Van de 500 bewoners die al een aanzegging kregen het dorp te verlaten, weigeren 60 te vertrekken. Tot die 60 behoort ook de archivaris van het Alpendorp, die tot dusver het gemeentearchief niet heeft willen afgeven. Het merendeel der inwoners is echter reeds vertrokken. Het grote struikelblok voor de totale ontruiming schijnt het kerkhof te zijn. De elektriciteitsmaatschappij heeft toegezegd de doden naar de nieuwe woonplaats van de 10 jaar te zullen laten overbrengen. Maar er ligt sneeuw en de doden kunnen niet worden opgegraven. Hoe het zij, er zal nog wel een oplossing gevonden worden. Voor het dorp door de watermassa zal worden verzwolgen.
Op 1 februari 1953 wordt Nederland getroffen door de watersnoodramp. Tijdens storm en springvloed breken de dijken in Zuid-Holland en Zeeland door. Dorpen en boerderijen, mensen en vee verdrinken in een wild kolkende stroom. De watersnood kost aan ruim 1800 mensen het leven. Maar de eerste dagen dringt pas langzaam door dat het gaat om een nationale ramp. Hoezeer Dordrecht en omgeving ook van het water te lijden hadden, veel ernstiger was de toestand verder naar het zuiden. Hier waren onder andere bij Willemstad de dijken van het Hollands Diep doorgebroken, waardoor in het westen van Noord-Brabant vele polders onder water kwamen te staan. De bevolking hier kreeg slechts tijd om het hoognodige bij elkaar te pakken en moest in alle rijlen heen komen zoeken. Zij werd met autobussen en vrachtauto's uit het overstroomde gebied weggevoerd, voor een deel naar Roosendaal, waar treinen gereed stonden om de mensen naar veiliger oorden over te brengen. De militairen, die onmiddellijk van verlof naar hun garnizoenen waren teruggeroepen, werden op vele plaatsen aan het werk gezet, want steeds nieuwe gebieden dreigden aan het water ten prooi te vallen. Ook burgerarbeiders werden ingeschakeld. Kapellen in West-Brabant stonden de militairen voor een praktisch onuitvoerbare taak. Hier had het water zulke enorme bressen in de dijken geslagen dat er geen houden meer aan was. Ook hier begon toen de trieste uittocht van mensen en vee. Juist op het ogenblik dat ons land zich zo goed mogelijk hersteld had van de grote schade die het in de oorlog op vele punten had geleden, heeft de natuur in al haar hevigheid van vele gedeelten van ons land opnieuw een ruïne gemaakt. De ontstellende omvang van de stormramp werd pas recht duidelijk op de tweede en derde dag. Vooral uit de luchtopnamen bleek hoezeer het water het zuidwestelijk deel van ons land had geteisterd. Op ontelbare plaatsen had het de dijken doorbroken. Meer dan 100.000 hectare vruchtbare grond werden door het zoute water van de zee overspoeld en daardoor in enkele uren voor lange tijd onbruikbaar gemaakt. Helaas bleek ook dat deze catastrofe niet aan tientallen, maar aan honderden mensen het leven kostte. Van de veestapel kon vooral in de getroffen gebieden van Zeeland maar weinig worden gered. Tientallen dorpen werden overstroomd en van de buitenwereld afgesloten, hetgeen de hulpverlening vooral in de eerste dagen aanzienlijk bemoeilijkte. Dit is het beeld van een der Zeeuwse dorpen. Zo zijn er vele in dit zo zwaar bezochte land. De spoorwegverbindingen werden volkomen vernield. Op de smalle landtong tussen Brabant en Zuid-Beveland werden de rails over grote afstand weggeslagen. Vele bewoners van dit Zeeuwse eiland wisten met de hulp van militairen over de nog intact gebleven delen van de spoorbaan naar veiliger gebied te ontkomen. Tot de zwaarst getroffen plaatsen in Zuid-Holland behoort het dorp Schravendeel in de Hoekse Waard, waar naar tot op dit ogenblik bekend is 55 mensen in de woedende watermassa's verdronken. Bijzonder tragisch was hier wel de omstandigheid dat 20 hunner, die meenden een veilig onderkomen in enkele huizen te hebben gevonden, het leven verloren doordat deze huizen door het water ondermijnd werden en instortten. Vele plaatsen hebben in deze dagen in ons land en in de wereld een trieste bekendheid gekregen. Dit is Oude Tongen op Overflakkee, waar 300 mensen in de golven omkwamen. In de omgeving van het dorp Oosterland, op ditzelfde eiland, is over grote afstanden alles vernield.
Het dorp zelf betreurt het verlies van meer dan 40 mensenlevens. Een groot deel van de gemeente Stavenisse op Tolen is volledig verwoest. Voor zover men thans kan overzien, zijn ook hier 300 mensen verdronken. Woorden schieten tekort om het drama dat zich aan deze streek voltrokken heeft te beschrijven. Op vele plaatsen in dit verdronken land zijn op daken en zolders van afgelegen boerderijen dagenlang mensen geïsoleerd geweest. Helikopters van verschillend type met Amerikaanse, Engelse, Belgische en Nederlandse piloten hebben in dit gebied, waar ten gevolge van de verwoestingen vaak boten niet konden varen, vele mensen in veiligheid gebracht. Zij werden uit de polders op Goeree-Overflakke naar een klein landingsterrein in de omgeving van Middelharnis gebracht. Als grote gonzende wespen vlogen de machines met hun kostbare last af en aan. Er was een organisatie geïmproviseerd die de mensen opving, hielp waar mogelijk was en hen begeleidde naar de boten waarmee ze hun eiland zouden verlaten. Toen de luchtbrug eenmaal goed functioneerde, werden op één dag meer dan 400 mensen op deze wijze uit het rampgebied gered. Daar in het zuidwesten gaat de strijd aan het waterfront nog altijd verder. Amfibievoertuigen van het Amerikaanse leger in Duitsland zijn onze Nederlandse reddingsploegen te hulp gekomen in het ondergelopen gebied, waaruit nog altijd mensen vluchten die tot het laatste ogenblik waren achtergebleven. Op vele punten in het rampgebied trekken over drooggevallen stukken grond lange kolonnes vluchtelingen. Achter hen liggen hun bedrijven en hun huizen en de bodem die hun zo dierbaar is en waarvan het water zich nu heeft meester gemaakt. Zij moeten evacueren omdat ze in hun land voorlopig niet meer kunnen leven, er geen bestaan meer kunnen vinden en er nog blootstaan aan de dreiging van nieuwe watervloeden die door de gaten in de dijken naar binnen kunnen stromen. Ergens in ons land zullen deze mensen een tijdelijk tehuis vinden. Nederland zal hen liefdevol opnemen. Maar hun gedachten zullen blijven bij de grond die zij bewerkten, bij de dorpen waarin ze woonden en bij de doden die ze moesten achterlaten. Nu al meer dan 1300. Het Nederlandse volk, waarvan deze mensen deel uitmaken, wij allen zullen hen moeten helpen. Geen offer mag te groot zijn om deze landgenoten weer te doen terugkeren naar hun land. Het land dat nu nog verdronken ligt, maar dat weer boven zal komen. In dat rampjaar 1953 overlijdt in Moskou Jozef Stalin. Tientallen jaren had hij de Sovjet-Unie in een ijzeren greep. De wereld zal zich Jozef Stalin herinneren als een van de belangrijkste politieke leiders van deze generatie. Het volk van Sovjet-Rusland zal hem gedenken als een van zijn grootste zonen. In de Verenigde Staten is generaal Eisenhower inmiddels president geworden, met Richard Nixon als vicepresident. Voor Europa is Eisenhower een oude bekende. Generaal Eisenhower, die nu 62 jaar is, werd beroemd als de bevrijder van West-Europa. Overal viel hem na de bevrijding een triomfale intocht ten deel, zoals hier in Den Haag.
Nadat hij zich 2 jaar uit het militaire leven had teruggetrokken, werd hij in 1950 door president Truman benoemd tot opperbevelhebber van de strijdkrachten van het Atlantische Pact. De landen die er deel van uitmaken, zagen hem toen vaak. Hij werd ontvangen door het Engelse koningspaar en verschillende malen ook door koningin Juliana en prins Bernhard. Hij sprak met de president van de Italiaanse Republiek, Einaudi, zo goed als met het hoofd van de Franse staat, president Auriol. De staatslieden van West-Europa kennen hem uit vele persoonlijke gesprekken en van bezoeken die hij aflegde om zich te overtuigen van de vorderingen der westerse verdediging. De Europese eenwording begint intussen wat vorm te krijgen. Een jaar tevoren is de Europese gemeenschap voor kolen en staal opgericht. En in 1953 wordt in Den Haag het tweede congres van Europa gehouden. Robert Schuman wees erop dat niet alleen de parlementen en regeringen gewonnen moeten worden voor de Europese gedachte, maar ook de jeugd, zonder wie niets duurzaams verwezenlijkt kan worden. Pour agir si et surtout sur notre jeunesse, sans l'adhésion entière et enthousiaste laquelle rien de durable ne pourra être réalisé. De Duitse afgevaardigde Heinrich von Brentano zei dat Europa zich alleen kan handhaven wanneer het zich verenigt. Wanneer het één gemeenschappelijke markt schept, zo zei hij verder, zal het de stilstand en de achteruitgang der afzonderlijke Europese huishoudingen kunnen opheffen. Nur wenn Europa sich einigt, wird es politisch behaupten können, und nur wenn es einen gemeinsamen Markt schafft, wird es den Stillstand und den Niedergang der isolierten europäischen Volkswirtschaften aufhalten können. Duties and guards are ready for your permission to march off now. Engeland gaat zijn eigen weg en houdt zich voorlopig buiten de Europese eenwording. Elisabeth II is dat jaar koningin geworden en de regering staat weer onder leiding van Winston Churchill. Het land kampt met ernstige moeilijkheden in Afrika. In de Britse kolonie Kenia, waar al sinds geruime tijd een noodtoestand heerst, houden Britse en koloniale troepen telkens opnieuw klopjachten op leden van de Kikuyu-stam, die ervan verdacht worden lid te zijn van de terroristische Mau Mau-organisatie. Onlangs werden kort na een moord op 2 Britse planters weer vele arrestaties verricht. De gearresteerden worden in afwachting van een nader onderzoek in kampen opgesloten. De Mau Mau, die zich verzet tegen het Britse bestuur, treedt niet alleen op tegen de Europeanen die in Kenia wonen, maar ook tegen de inheemsen, die wel tot samenwerking met de Britten bereid zijn. De leden van de Mau Mau houden zich schuil in de bergen, van waaruit zij 's nachts hun aanvallen doen. 2 Engelse vrouwen hebben zich kort geleden het leven gered toen ze zich 's avonds een bende aanvallers met revolvers van het lijf hielden. Met achterlating van 3 doden sloegen de Mau Mauers op de vlucht. Vele Kikuyu's die de eed van de Mau Mau hebben afgelegd, nemen deel aan rituele plechtigheden waarbij ze zich na het drinken van geitenbloed van deze eed ontslagen achten. De situatie in Kenia blijft uiterst gespannen. Ook in Egypte gaat het hart tegen hart. Egyptische nationalisten vechten tegen de Britse troepen die belast zijn met de bewaking van het Suezkanaal. De kanaalzone is een internationaal en neutraal gebied, maar de Egyptenaren dreigen het kanaal te nationaliseren en de buitenlanders het land uit te gooien. Nadat de westersgezinde koning Farouk is afgezet, wordt Egypte een republiek met aan het hoofd kolonel Nasser. En dat betekent dat de moeilijkheden nog verder toenemen. Het verkeer door het Suezkanaal zelf gaat ongehinderd voort. De Britse militairen houden er de wacht en zorgen ervoor dat deze belangrijke levensader voor het Westen open blijft. De Mount Everest is de hoogste berg ter wereld. In mei 1953 bereiken de Nieuw-Zeelandse alpinist Edmund Hillary en de Sherpa-gids Tenzing als eerste de bijna 9000 meter hoge top. Spanning en avontuur, niet alleen in de hoogte, maar ook in de diepte.
de marinewerf in Castellammare bij Napels had de tewaterlating plaats van de Batiscaf, waarmee de 69-jarige professor Picard, beroemd om zijn ballonvlucht naar de stratosfeer, wil afdalen tot circa 4000 meter onder de zeespiegel. Hij is van plan in die nog nooit bezochte diepzeewereld een studie te maken van de kosmische straling en van het planten- en dierenleven. Na de demonstratie in Napels is inmiddels met de werkelijke duikproeven een begin gemaakt in de buurt van Capri. Picard slaagde er daarbij al in een diepte van 900 meter te bereiken. Nederland geniet ook van de prestaties van zijn eigen sportmensen. Zoals Geertje Wielema, die hier weer een nieuw wereldrecord vestigt. De Europese schaatskampioenschappen in het Noorse Hamar worden in 1953 een puur Nederlandse aangelegenheid. Kees Broekman en Wim van der Voort rijden voortreffelijk en staan met de regelmaat van de klok op het erepodium. De 10.000 meter moest de beslissing brengen voor het kampioenschap. Broekman reed tegen de Oostenrijker Offenberger een fantastische race. Op de rechte einde, maar meer nog in de bochten, toonde hij op overtuigende wijze zijn prachtige techniek. Hij wist zijn tegenstander 3 ronden voor het einde zelfs te passeren en arriveerde aan de eindstreep na 17 minuten en 13 seconden. Daarmee had Kees Broekman niet alleen de snelste tijd op deze afstand gemaakt, maar tevens beslag gelegd op de Europese titel. Van der Voort bezette de tweede plaats. En in Zürich wordt Adi van Vliet wereldkampioen bij de sprinters. Van Vliet nam direct de kop. Harris en Sacchi volgden hem als 2 en 3. In een kalm gangetje draaiden de renners over de baan, tot Van Vliet op 350 meter voor de finish na een felle demarrage ineens volkomen los was. Zo verrassend was zijn sprong dat zijn beide tegenstanders niet eens meer moeite deden om hem in te halen en ver achter hem de streep passeerden. Onder de toejuichingen van het publiek mocht de 37-jarige Van Vliet vervolgens voor de derde maal in zijn grote wielercarrière de regenboogtrui aantrekken. En dan hebben we nog Piet van der Pol, op weg naar een nieuw Europees kampioenschap. Het was de tweede maal in zijn carrière dat Van der Pol de Europese titel 47-2 op zijn naam bracht. De onbetwiste kampioen in de strijd tegen de tuberculose is de 90-jarige Ome Jan van Zutphen. Die vertelt over het sanatorium Zonnestraal. Want tuberculose of TBC is een nog veel voorkomende ziekte. Voor de patiënten is de beste medicijn rust en zuivere lucht. In de boschutten krijgen sommigen een rustig verblijf als eerste station op weg naar huis. In talrijke werkplaatsen zijn onder andere de houtbewerking en de meubelmakerij. De metaalbewerkers maken van alles. Van adresseermachines tot collectespeltjes. Want de jaarlijkse TBC-collecten kunnen nog niet gemist worden. En wanneer jullie nu naar huis gaan en je vraagt me, hebt u me nog iets te zeggen? Dan zeg ik, geloof in datgene waarvoor je vecht. En vecht voor datgene waarin je gelooft. Overal en altijd. Tijdens de eerste maanden van 1954 vriest het dat het kraakt. De rivieren zitten dicht en de ijsbrekers moeten de binnenscheepvaart te hulp komen. De veerponten liggen stil en automobilisten kunnen de rivier oversteken zonder veergeld te betalen. Ook het eiland Marken is per auto bereikbaar en daar wordt gedanst op het ijs van de haven. Ik
In de Zaanstreek hebben ze weer iets anders bedacht om te genieten van deze strenge winter. En zelfs de Amsterdamse obers hebben de schaatsen ondergebonden. Na 7 jaar wordt er ook weer een elfstedentocht gehouden. De weersomstandigheden zijn bijzonder gunstig. Het vriest licht en er staat een matige wind. Daardoor ligt het tempo bijzonder hoog. Telefonisch kwam het bericht door dat in Harlingen een kopgroep van 6 het eerst voorbij was gekomen. Deze 6, waaronder 4 Friezen, bereikten om 11 uur precies, na 5 uur rijden en 130 kilometer, ook in Franeker het eerste controlepost. Het waren Garicius, Van den Berg, Nauta, De Koning, Verhoeven en Leffertstra. Terwijl de kaarten werden afgestempeld, dronken de rijders een kop soep of een kop chocola, maar ze hadden er eigenlijk de tijd niet voor. Van hun gezichten waren de spanning en de inspanning duidelijk af te lezen. Garicius was de eerste die zich al drinkend nog op weg begaf naar Dokkum. De voorsprong op het tijdschema bedroeg al bijna een uur toen de rijders van de kopgroep op de splitsing bij Bartlihim ten noorden van Leeuwarden de weg naar Dokkum insloegen. Naarmate ze dichter bij het einddoel kwamen, werd de belangstelling van het publiek groter. Om 12:15 middags waren de 6 koplopers terug op het kruispunt. En vandaar resten toen nog maar een kleine 10 kilometer tot Leeuwarden. In de Friese hoofdstad werd aan de voet van de Oldenhoven de finish in gereedheid gebracht. De politie zorgde er geheel in stijl voor dat niemand op de baan de rijders in de weg zou lopen. Om precies 13:30 stoven de 6 leiders Leeuwarden binnen. Hier moest op 500 meter van de finish nog een moeilijke hindernis worden genomen. Jeen van den Berg bereikte als eerste de loopplank naar de wal, gevolgd door Verhoeven, Garicius, De Koning, Nauta en Leffertstra. De rijders haasten zich over stro naar de stadsgracht om een zo gunstig mogelijke positie te verkrijgen voor de eindsprint. In het gedrang dat ontstond geraakte Verhoeven uit balans. Garicius kwam te vallen. Maar Jeen van den Berg, een jonge Friese onderwijzer uit Nijbeets, liet zich niet van de wijs brengen. En hij was het die onbedreigd en toegejuicht door de 1000 toeschouwers als winnaar door de finish kwam. De 9e Elfstedenwedstrijd werd verreden met een gemiddelde snelheid van bijna 27 km per uur in de nieuwe recordtijd van 7 uur en 35 minuten. Van den Berg was blij dat hij de schaatsen kon verlaten. Iets wat we volledig kunnen begrijpen. Die winter gaan de gedachten van velen een jaar terug. Naar februari 1953, toen Zeeland en Zuid-Holland werden getroffen door de watersnoodramp. 12 maanden later blijkt dat veel weer is herbouwd en hersteld. Ieder herinnert zich deze sinistere opnamen van de doorbraak bij Capelle in Brabant, waar alleen een afvoerputje wees op de aanwezigheid van een weg. Die weg is nu weer zichtbaar en weer bruikbaar. Een dorp in de Alblasserwaard vertoonde tijdens de watersnood deze aanblik. Nu zijn de huizen er sinds geruime tijd weer bewoond. Op vele punten in het dorp Schravendeel in de Hoekse Waard stond het water tot aan de daken van de huizen. Wie er thans komt zal bemerken dat de schade al voor een belangrijk deel hersteld is. De spoorbaan bij de Moerdijk, die volkomen onbruikbaar was geworden, werd binnen enkele maanden volledig hersteld. En dagelijks daveren de treinen er nu weer overheen. Niet alleen de strijd tegen het water was moeilijk, maar ook de worsteling die daarop volgde, met de modder. Het leek vaak een hopeloos werk, maar het moest. Want in modder kan een mens ook niet leven. Toch had dat werk resultaat. U moet er nu eens komen kijken. In dat winkeltje in Moerdijkdorp kan men weer van de vloer eten. De kracht waarmee het water het land binnenviel bleek onder andere uit de ontstellende verwoestingen in sommige straten van Zierikzee. De wederopbouw van dit alles zal jaren vergen, maar er zit al schot in. Er zal nog veel moeten gebeuren. Dat geldt in het bijzonder wel voor Schouwen-Duiveland, het zwaarst getroffen eiland dat pas het laatst ontzet werd. 2 maal per dag, gedurende maanden achtereen, heeft het zeewater hier miljoenen kubieke meter zand naar binnen gespoeld. Zeezand dat nu de vruchtbare polders van dit eiland in een dikke laag bedekt. Het is er een kale, trieste woestenij geworden,
waarin verder leven nauwelijks meer mogelijk lijkt. In september 1954 wordt Nederland opgeschrikt door een vliegramp. Een superconstellation van de KLM stort in Ierland in de rivier de Shannon. 24 passagiers en 3 bemanningsleden komen erbij om het leven. Enkele dagen na het ongeval arriveren gezagvoerder 4-Uli en de overlevende bemanningsleden op Schiphol. Tijdens een persconferentie betuigt de KLM-directeur Ahler zijn medeleven met de slachtoffers. Ook voor de KLM is het een zeer zware slag. Maar ik verzeker u dat in het hele KLM-personeel de geest vaardig is om te zeggen: wij zullen doorwerken en we zullen bewijzen wat al die jaren geregeld bewezen is, dat de KLM zijn plaats in de wereldluchtvaart verdient door veilig en regelmatig te vliegen. Want wij vliegen 5 keer per dag rond de wereld, 200.000 kilometer per dag. De onstuimige groei van de luchtvaart is niet meer tegen te houden. En het verkeer op de weg neemt zo snel toe dat er nieuwe, bredere wegen nodig zijn. De weg van Amsterdam naar Utrecht gaat nog steeds langs de Vecht. Maar in 1954 wordt er een nieuwe vierbaans autoweg geopend. In tegenwoordigheid van duizenden belangstellenden opende de minister van Verkeer en Waterstaat, meester Algera, deze nieuwe verbinding. Hij was ook de eerste die er in de richting Utrecht gebruik van maakte. 2 maal zo snel als voorheen, dat wil zeggen in een half uur kan men nu van Amsterdam naar de Domstad rijden. Over een veilige, kaarsrechte weg die niet meer gekruist wordt door wegen op gelijk niveau. Met allerlei kunstwerken zoals viaducten en bruggen is hierin voorzien. Deskundigen hebben uitgerekend dat deze weg alleen al een benzinebesparing van 2 miljoen liter per jaar oplevert. De nieuwe autostrada komt niet in de stad Utrecht zelf uit, maar sluit even daarbuiten aan op de andere rijkswegen, waardoor tevens de verbinding van de hoofdstad met het zuiden en oosten van het land aanzienlijk sneller is geworden. De democratisering van het autobezit wordt ook duidelijk op de RAI. Er komen steeds meer betaalbare kleine auto's. Door de komst van de bromfiets wordt het verkeersbeeld radicaal veranderd. Tussen 1950 en 1955 stijgt het aantal brommers in ons land van 50.000 tot 500.000. Een vertienvoudiging in 5 jaar. De wedstrijd werd verreden in 3. Wat zei ik nou? Ik kan mezelf niet horen. De wedstrijd dan ging over 3 ritten. 2 van 12. En wat een lawaai. En een finale. Kunt u me verstaan? En een finale van 20 ronden. Deze racemotortjes met een maximum cilinderinhoud van 50 kubieke centimeter behaalden uursnelheden van 80 kilometer. Zo reden de bromduivers 44, ik herhaal 44 rondjes van elk 850 meter. En ze hadden bij het publiek een oorverdovend succes. De Groningse renner Piet Notenbomer won de race. Door de opbloei van de economie is Nederland een welvarend land aan het worden, met volle winkels en een koopgraag publiek.
De huishoudbeurs toont steeds meer nieuwe apparaten die het de huisvrouw gemakkelijker maken. Er was een huishoudrooster te zien waarin het vlees binnen luttele minuten door een infrarode bestraling wordt gebakken en gebraden zonder dat er vet bij nodig is. De naar nieuwe snufjes hongerende huisvrouwen toonden ook veel interesse voor de nieuwste elektrische vatenwasmachine die de vaat in een knop omdraaien automatisch reinigt en droogt. Een ware uitkomst voor de vrouw des huizes en voor de heer des huizes. Voor hem ligt ook op ander gebied een betere toekomst in het verschiet dankzij de elektrische wasmachine die het wasgoed volledig schoon en droog kan maken. Het is een handig apparaat, zoals er vele waren op deze huishoudbeurs. De bezoeksters konden er niet genoeg van krijgen. De vrouw in uniform wordt een vertrouwd beeld. De Milva bestaat al 10 jaar en Amsterdam heeft de primeur van de eerste vrouwelijke politieagenten. Voor het Centraal Station brachten enkele dames de eerste dag van hun officiële optreden in het openbaar licht in de verkeerstoestand. En ze staken, dat bleek al gauw, de handen uit de mouwen. Waar dat nodig was, werd streng opgetreden. Want ook de vrouwelijke verkeersagent heeft de automobilisten volkomen in haar macht. En niet alleen hen. Velen nemen nu al hun hoedje af voor het optreden van deze dames. Zelfs op de Dam kan de verkeersregeling aan hen worden overgelaten. In de omgang met het publiek brengen ze een element dat door velen op prijs zal worden gesteld. Maar niet door iedereen. Bij oversteken helpt de agenten graag een handje, maar bij overtreden roert ze haar mondje. Omdat het de eerste keer was, kwam deze verkeerd parkerende automobilist er nog met een schrobering van af. De vrouwelijke agenten hebben zich manmoedig door hun eerste dag in Amsterdam heen geslagen. Een nieuw verschijnsel is ook de BB, de bescherming burgerbevolking. Die moet de burgerij beschermen tegen oorlogsgeweld. In Nederland blijft het bij een oefening, maar in andere delen van de wereld is het bloedige ernst. De soldaten van Ho Chi Minh hebben de Franse troepen op vele punten tot de terugtocht gedwongen, ondanks de bombardementen van de Franse luchtmacht. Onder de druk der aanvallen moesten de Fransen de stad Lao Cai aan de Chinese grens ontruimen. De internationale brug over de Rode Rivier werd opgeblazen. Speciale afdelingen werden aangewezen om de terugtocht van het garnizoen te dekken. Zij richtten daartoe in de nabijheid van de rivier in allerijl versperringen op. Frankrijk stelt zich wanhopig te weer tegen de communistische opmars in Indochina. Na de nederlaag bij Dien Bien Phu staken de Fransen de strijd en trekken ze zich terug uit Azië. De oorlog in Indochina wordt later voortgezet door de Amerikanen en die Vietnamoorlog zal tot 1973 duren. In het aan Algiers grenzende Franse protectoraat Tunis zijn kort geleden ernstige ongeregeldheden uitgebroken die in totaal meer dan 60 doden hebben geëist. Op verschillende punten kwam het tot hevige botsingen tussen Tunesische nationalisten en Franse militairen. Op de spoorlijn van Tunis naar Algiers werden 2 goederentreinen tot ontsporing gebracht. De situatie is ontstaan na het vastlopen der besprekingen tussen Frankrijk en Tunis betreffende zelfbestuur voor het land. De nationalistische Neo-Detour-partij ijvert hiervoor op felle wijze. In vele dorpen werden aanhangers van de partij gearresteerd. Het schijnt dat voor het ogenblik de rust in Tunis is weergekeerd, mede door de komst van aanzienlijke Franse troepenversterkingen. Maar het is de rust van een vulkaan. In de jaren 50 streeft een groot aantal landen in Azië en Afrika naar zelfstandigheid. Dat decolonisatieproces gaat vaak gepaard met oorlog en geweld. In Algerije, Marokko en Tunesië krijgen de Fransen te maken met nationalistische onlusten die hard worden onderdrukt.
De onafhankelijkheid wordt niet alleen bevochten met het geweer, maar ook aan de onderhandelingstafel. Frankrijk doet wat water in de wijn en geeft Tunesië onafhankelijkheid in binnenlandse aangelegenheden. En dat heeft onmiddellijk gevolgen. In de havenstad La Goulette bij Tunis bereidde een enorme menigte een triomfantelijk welkom aan Habib Bourguiba, de nationalistische leider die na 3 jaar in ballingschap in Frankrijk eindelijk mocht repatriëren. Mede door zijn toedoen kwam men in Parijs tot de nieuwe overeenkomst die een etappe is op de weg naar de volledige Tunesische onafhankelijkheid. Aan het eind van de dag werd Bourguiba nog ontvangen door de bij van Tunis, die zich, evenals zijn volk, zeer verheugd toonde over het bereikte akkoord. Ook Nederland geeft zijn overzeese gebiedsdelen, Suriname en de Nederlandse Antillen, in 1954 volledige onafhankelijkheid in binnenlandse aangelegenheden. Tijdens de tweede ronde tafelconferentie wordt dat vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Deelgenootschap in groter verband is niet anders mogelijk dan met opoffering van een deel van eigen zelfstandigheid. Door het statuut te aanvaarden geven niet alleen Suriname en de Nederlandse Antillen, maar geeft ook Nederland een deel van eigen meesterschap prijs. Maar Nederland is nog niet van plan zijn meesterschap prijs te geven over Nieuw-Guinea. In 1949 was dat buiten de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië gehouden. Nieuw-Guinea is een Nederlands gouvernement geworden, met aan het hoofd een gouverneur, naar het oude voorbeeld van Nederlands-Indië. Mr. Chairman, the problem is not... In de algemene vergadering van de Verenigde Naties wordt jarenlang over Nieuw-Guinea gedebatteerd. Volgens Indonesië gaat het om een typisch koloniaal probleem. Als onderdeel van voormalig Nederlands-Indië is Nieuw-Guinea automatisch een deel van Indonesië geworden. En in een aantal resoluties worden die rechten opgeëist. It is a problem of the United Nations. De Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, von Balusek, verklaarde onder meer dat de overdracht van West-Nieuw-Guinea aan Indonesië zou betekenen dat het gebied dan een Indonesische kolonie zou worden. But in fact, it would remain a non-self-governing territory and become an Indonesian colony. Voorlopig blijft Nieuw-Guinea een Nederlands gouvernement, veelvuldig bezocht door minister Jozef Luns. En in de diepe binnenlanden doen de bestuursambtenaren hun werk. Het patrouillevaartuig Tasman wierp het anker uit op de zuidelijke eilandenrivier. De resident van Zuid-Nieuw-Guinea, de heer Boendermaker, stapte met de controleur van het binnenlandsbestuur, de heer Schelen, en een klein gevolg over in de oorlogsbrouwen van de in dit gebied levende Papua's. Men ging op weg naar de kampong Agach, een der meest beruchte kampongs van het Asmat-gebied, waarvan de bewoners regelmatig op rooftocht uitgaan. Ook nu waren er weer berichten binnengekomen dat bewoners van Agach aan het koppensnellen waren geweest in andere kampongs, soms kilometers verder. De resident van Zuid-Nieuw-Guinea besloot nu zelf naar Agach te gaan om zich op de hoogte te stellen. Hij en zijn gevolg waren hiermee de eerste blanken die dit dorp gingen bezoeken. In de kampong werden de resident en zijn gevolg ontvangen door een menigte nieuwsgierige, maar tegelijkertijd wantrouwige koppensnellers. Mannen en vrouwen wonen in dit gebied gescheiden, ieder in eigen huizen. De resident stelde persoonlijk een onderzoek in het mannenhuis. Maar zoals steeds in dergelijke gevallen, waren de gesnelde koppen weggehaald en ergens verborgen. De controleur van het binnenlands bestuur hield een toespraak die vertaald werd door een tolk. In deze toespraak vertelde hij dat het bestuur krachtig zou optreden indien de kampong Agach niet ophield met strooptochten en moordpartijen. Het stamhoofd, herkenbaar aan een zeer opvallende neusversiering, antwoordde dat men de schuld niet alleen bij zijn onderdanen moest zoeken, maar ook bij agressieve andere stammen. Hierna keerde het gezelschap weer naar de rivier terug.
Maar voordat de resident vertrok, reikte hij nog enige nieuwe bijlen uit in ruil voor Papua-bijlen. Souvenirs aan een stam die nog in het stenen tijdperk leeft. Terug in Nederland gaan we naar Zandvoort. Heintje Davids neemt in 1954 voor het eerst afscheid. Daarna zal ze dat nog een paar keer doen. Zijn we op de vliering ook klaar? Allemaal in orde, 1, 2 en 3 hoog. Alright, daar gaan we. Draaien. Op Schiphol arriveert de Nederlands-Britse filmster Audrey Hepburn, samen met haar echtgenoot Mel Ferrer. Door haar rol in de film Roman Holiday is het idool van de Nederlandse tieners geworden en haar komst blijft niet onopgemerkt. Hoewel ik heel gelukkig ben weer in Holland te zijn, waar ik alleen de mooiste herinneringen aan heb, zou ik u wel willen zeggen dat ik hier niet gekomen ben voor een vakantie, nog voor publiciteit. Ik ben gekomen hier om nog eens de aandacht te vestigen op een van uw mooiste organisaties in dit land, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers. Diezelfde avond waren Audrey en haar man eregasten tijdens een studentenfeest in Amsterdam. Audrey zelf was er natuurlijk het middelpunt van. Aan het slot van de avond werd ze naar voren geroepen om de eerste cheque in ontvangst te nemen ten bate van de oorlogsgewonden. En ze deed dat op een manier die aller harten veroverde. Maar sterren stralen overal. Ook tijdens de 38e Vierdaagse. De keizer der Tippelaars, de 67-jarige opa Schram, die nog maar net thuis was van zijn meer dan 3000 kilometer lange voetreis naar Rome en terug, was er natuurlijk ook bij. Hij onderbrak hier even zijn waarlijk feilloze cadans om een paar vragen te beantwoorden die hem gesteld werden door sportverslaggever Dick van Rijn. En als u nou straks thuis komt, gaat u daar rusten? Nee, dan maak ik voorbereidingen voor een tocht naar Lourdes, heen en terug. En dan denk ik zo te doen, nooit dezelfde weg weer voor de terugweg. Maar dan ga ik langs de Riviera, heb ik nog nooit gezien, zou ik graag willen zien. En mooi. Dan van de Riviera naar Marseille, van Marseille naar Lyon. En zo verder naar het noorden weer, naar Holland terug. Nou, dan heeft u nog wat voor de boeg, naar hè? Het mooie Holland, en ben ik weer tevreden. Veel succes. Dank u zeer, meneer. En geen blaren? Nee, absoluut niet meer. Afgesproken. Ja, dag meneer Van Rijn. Beste. Dank u wel. Dat mooie Holland van opa Schram is in de afgelopen 5 jaar een stuk drukker, voller en sneller geworden. Bijna 11 miljoen Nederlanders, allemaal op weg ergens naartoe. De mens van deze tijd heeft haast. Hij raast langs de wegen met zijn auto, zijn motor, zijn bromfiets of zijn gewone fiets. Verbaast het u dat er in 1954 1500 doden te betreuren waren? En dat 32.000 mensen gewond werden? Kijk eens naar die open auto. De chauffeur ervan bekommert zich niet om de verkeersregels. Het zal de haast wel weer zijn.
Ook de bromfietser denkt het Rijk alleen te hebben. Vaak met noodlottige gevolgen. En het verkeer raast maar verder. 1500 doden in 1954. Dat is de schaduwzijde van de ontwikkeling. Maar Nederland is de gevolgen van de oorlog en het verlies van Indië te boven gekomen. En er beleeft nu een ongekende opbloei. Op de tentoonstelling 155 in Rotterdam worden vol trots de vorderingen van industrie en techniek getoond. Ook de Nederlandse vliegtuigindustrie gaat internationaal weer een woordje meespreken. In 1955 maakte de Fokker Friendship zijn eerste proefvlucht. De F-27 is het eerste verkeersvliegtuig dat na de oorlog in Nederland gebouwd werd. Het is bedoeld voor de korte en middelgrote afstanden als plaatsvervanger van de verouderde Dakota. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland bestaat reeds grote belangstelling voor de machine. Het gaat goed met de economie, de winkels liggen vol en de kassa's rinkelen. Dat is een ongekende weelde voor de vele Nederlanders die crisis en oorlog hebben meegemaakt. Zoals Lou Bendy, die zijn 65ste verjaardag viert. Dat hoedje, dat ken ik. Wat leuk. Zo. Daar waren onder andere Hans Kaert, Alex de Haas en Toon Hermans. Toon Hermans was de spreekbuis van de duizenden Bendy-aanhangers toen hij vroeg... Welk liedje is eigenlijk het populairste liedje uit jou? Ja, dat weet ik zelfs niet meer. Nou, dat moet je niet zo bescheiden doen. Zoetje zon op de zon. Ja, inderdaad, zoet de zon op. En dat houdt je ook jong ook, hè? Ja. Denk erom, wat is dat? Om dichter bij de zon te komen, klom de springlevende 65-jarige op zijn eigen hotelmeubilair en zong toen zijn onsterfelijke advies. De zon, dat is zo fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Start wel uit de zon, om je houten. Maar als je boter op je hoofd geplekt, dan hang maar één vooruit. Wil je niet opstaan en je maar zeggen, moet je maar weten wat er voor komt. Jij, jij, jij. En Nederland zoekt inderdaad massaal de zon op in die prachtige zomer van 1955. Aan het strand, in het zwembad en op de camping. De koffers worden gepakt en men trekt erop uit, met de trein en met de fiets. Met auto's, motoren en scooters. En natuurlijk ook op de brommer. Groot en klein, plattelanders en stedelingen. Met volle teugen genieten de Nederlanders van een welverdiende vakantie. In een land van rust, orde en welvaart.